Het voorlopige monument voor de gevallenen in het Damplantsoen in Amsterdam, dat ieder jaar het middelpunt is van de herdenking van de doden uit de Tweede Wereldoorlog, zal binnen afzienbare tijd vervangen worden door een blijvend gedenkteken. In 2 Amsterdamse ateliers wordt sedert geruime tijd met voortvarendheid gewerkt aan de totstandkoming van dit nieuwe monument, waarvoor de beelden zijn ontworpen door John Redeker. De architectuur van het monument is van de bouwmeester Oud. In zijn studio in Amsterdam werkt de 68-jarige Redeker thans aan de afwerking van de gipskopieën van de beelden. Deze werden in het enige hiervoor geschikte bedrijf in Parijs gemaakt van de in klei geboetseerde mannenfiguren die op het monument de verzetstrijders zullen uitbeelden. In een andere werkplaats in Amsterdam kwamen uit Italië de 75.000 kilo marmerachtige kalksteen aan, waaruit naar het voorbeeld van de gipsmodellen de eigenlijke beelden gehouwen worden. Met hamer en beitel geven steenhouwers de eerste vorm aan de enorme blokken. Op deze grondvormen brengen de beeldhouwer-uitvoerders Kamman en Van Tetterode met een punteerapparaat de maten en de belangrijke punten van het gipsmodel over, dat vervolgens natuurgetrouw wordt gekopieerd. Dit precisiewerk vereist uiteraard grote vakmanschap en artistiek gevoel. John Redeker zal zelf de laatste hand aan de beelden leggen om ze tot in details gelijk te maken aan het oorspronkelijke ontwerp. Gehoopt wordt dat het nieuwe monument in mei 1956 voor onthulling gereed zal zijn.